Het is vrijdagavond en dat betekent maar één ding. Tijd voor de vrijdagavondshow! Inderdaad, het is een vrijdag, dus tijd voor een mooie show, Rox. Dat heb je goed gezegd. Ja, goed intro. Jee. Complimenten. Ja, inderdaad. Nee, het is tijd voor een show. En we beginnen deze week natuurlijk. Vorige week hadden we geen prijsvraag, maar deze week wel. We geven namelijk drie keer de game Port Royale 3 weg. De nieuwe Port Royale voor een platform naar keuze. Dus mag je zelf kiezen, PlayStation of Xbox. En wat moeten ze daarvoor doen? Nou, ik had bedacht, het is natuurlijk een game die draait om piraten en het is een strategische game. En als je aan piraten denkt en aan dat spel, dan moet je natuurlijk allemaal dingen veroveren en buiten verzamelen. Nou vroeg ik me af, stel jij als piraatje gaat op je doel af en je wil iets stelen en je komt je vijand tegen. Hoe intimideer jij die gast? Nou, verzin dat in maximaal 5 zinnen hadden we bedacht. Ja, 5 zinnen. We willen niet complete verhalen, dus meteen tot de kern komen. En creatief en een beetje in piratentaal. Dat zou leuk zijn. In piratentaal, maar wel een beetje netjes. Ja, dus niet, je gaat niet winnen door complete schelden of zo. Maar verzin wat leuks. Oké, prima. Stuur dat op of zet het hieronder of stuur het naar prijsvraag@xgm.nl. En dan zien we het allemaal verschijnen. Port Royale, nieuwe Port Royale. Hartstikke tof. We hebben nog geen recensie, maar die komt er wel aan. Dus misschien hebben jullie dan de game al binnen. Volgende week de uitslag. Maar het leukste is natuurlijk ook gewoon in de reacties eronder. Ja. Anders zien wij die creativiteit niet allemaal. Ja, dat kan ook. Inderdaad, doe dat. En dan gaan we alweer door naar de nieuwe releases. En die nieuwe release is natuurlijk Port Royale 3. Ja. Die is er. Ja, binnenkort de recensie op XGN en dan lezen jullie daar heel veel meer over. Ja, inderdaad. Het is natuurlijk, weet jij wat het is? Ja, nou ja, wat ik dus net zei. Het is een piratengame, een strategische game. Je moet je man, hoe zeg je dat? Je leden... Je bootjes. Ja, maar ook je mannetjes op je bootjes. Ah, je zeelieden. Precies, die bedoel ik. Zeelui, die moet je aansturen en dan volgens mij een beetje strategische aanvallen... gaan doen. En dan stelen, vechten, dat soort dingen. Lekker goud stelen in de Caribische Zee en dat soort dingen. Lijkt me wel grappig, ja. Andere game die uit is gekomen is nieuwe uitbreiding voor The Sims. The Sims Boven Natuurlijk. Daar hebben we al een recensie van gehad, volgens mij. En die had iets van een 7 of zo, dacht ik. Want dat is nieuwe Sims met weerwolven en heksen. Oh, ik wou net zeggen, wat is er zo bovennatuurlijk aan? Maar dat dus. Ja, geesten, weerwolven, heksen. Dan kun je als sim kun je opeens een geest worden. En dan kun je andere sims lastigvallen. Dat soort dingen. En ja, het is natuurlijk, de sims, het loopt al zo lang mee. Dus hou je niet van de sims, weet je al dat je hem niet gaat halen. Hou je er wel van, weet je het wel. Dus ja. Genoeg. Vrij simpel, inderdaad. Maar het is vrij rustige week dus. Valt een beetje tegen weer. Ja, jammer. Ja, maar we hebben wel een paar releases die we gehad hebben deze week. Om te beginnen is I Am Alive naar de PC gekomen. Volgende week. Oh, sorry, die komt. Ja, volgende week. Dat bedoel ik, sorry. I Am Alive, werd tijd. Mooie game was dat. Ja, goed verhaal. Mooie game. Jij niet gespeeld? Ik heb hem niet gespeeld. Nee? Oh, moet je doen. Ja. Ik heb wel die recensie toen gelezen, want Jelle heeft hem volgens mij gerecenseerd op de Xbox 360. Maar volgens mij was die een beetje gematigd positief. Maar ja, hij vond het is wel heel tof. Maar het was eerst natuurlijk aangekondigd als echt een volledige retail-epische game, zeg maar. En toen werd het een download, om wat kleinschaliger, toch wat minder. Maar voor een download bij de game, ik vond hem heel erg vet. Voor Xbox Live heb ik het toegespeeld. Mm-hmm. En ik vond het wel een tof sfeertje, toffe mogelijkheden. Het mocht wat meer uitgebreid en uitgebouwd worden, zeg maar. Maar misschien gaat dat nog gebeuren in een mogelijk vervolg. Maar eerst op de PC dus mee aan de slag. En daar heb ik, ik ga hem niet nog een keer spelen. Maar als je hem nog niet hebt gespeeld, is dat wel de moeite waard, denk ik. Oké, nou prima. Een hele andere game die uitkomt is de nieuwe NHL. NHL 13, die komt naar de Xbox 360 en PS3. Nou, de NHL-franchise die gaat natuurlijk heel wat jaartjes mee. Ja, wat moeten we er verder over zeggen? Ja, vrij weinig. NHL, het is natuurlijk zo weer goede games. Maar het is altijd september, is een beetje, of eind augustus, september is een beetje de sportmaand, zeg maar. We hebben net nieuwe mannen gehad, we hebben nu NHL. Eind deze maand komt PES uit, FIFA komt eraan, volgende maand nieuwe NBA 2K game. Dus het is weer vet. En Tiger Woods game die verschenen is, Tiger Woods 13. Ja, die ook. Ergens in de zomer komt die altijd zeker. Ik heb geen idee, maar hij is al uit. Ik heb hem ergens gezien. Ja, klopt. Die hebben we natuurlijk altijd. Dus ja, dat is weer een beetje hetzelfde als vorig jaar met heel wat verbeteringen en zo. Dus ben je NHL en haal die in huis. En opvallende release, maar niet echt een officiële release, is Black Mesa Source. Ja, een download voor de PC. Ik ben zelf niet heel erg goed thuis in de PC-markt. Okay. Wat weet jij daarvan? Nou, het is dus je Half-Life 1 keer wel, hè? Ja. Ja, Half-Life 1 hebben ze dus een paar fans die hebben gezegd... Half-Life willen een maken. Een paar fans?
een paar fans, ja. Nou, een hele stapel, zeg maar. Zeggen, die kwamen samen en die dachten, hey, ik weet niet hoeveel mensen het eigenlijk zijn, maar het is heel ding te maken. Dit is een remake dus van Half-Life 1 met verbeterde graphics op de engine van Half-Life 2. Ah. En op die manier. En ze doen er dan echt heel erg lang over, de hele tijd niks meer van gehoord. En nu komt hij is nog niet helemaal af, maar ze brengen het tot het laatste level of zo uit. Dus de laatste paar levels die zitten er nog niet in die release, maar je kunt hem dan gewoon wel spelen. En ik ben erg benieuwd wat het geworden is. Maar waarom krijgt het dan zo'n hele andere naam? Ah, weet ik, Black Mesa, dat is wel een naam die uit, zeg maar, dat is van zijn organisatie of een Half-Life. Ik ben niet heel erg mee bekend. En Source, dat is de Source Engine, waar het op draait. Oh, oké. Okay. Want ik had het zo niet geweten. Terwijl als er, zeg maar, gewoon Half-Life had gestaan, dan had ik echt gedacht, oh, vet. Ja, maar misschien dachten ze, daar zal ontwikkelaar Valve niet zo blij mee zijn, want dan lijkt het net een nieuwe Half-Life game. Ja. En nu, het is wel een mod. Fair enough. Ja, daarom. En opvallend, Joe Danger, de movie, wat geen film is. Hoezo opvallend? Omdat het geen film is. En je noemt het de movie. Ja, ja, fair enough. Ja, heb jij Joe Danger gespeeld? Nee, nooit. Ja, dat is die gast op die motorfiets. Ja, ik weet wie het is. Ik weet ook wel hoe het eruit ziet. Maar ik heb het nog nooit gespeeld. Saai. Jij speelt niks. Wel Tekken? Jij speelt niks. Ik speel heel veel. Ja, maar... Tekken speel ik wel. Kijk. Heb heel veel Tekken gespeeld. Mooi. Tekken doen we met 2 volgende week. Het heeft even geduurd. Grootste release van volgende week. Ik heb er zin in. Ja, ik ook. Ik bedoel, het is gewoon een goede vechtgame. We hebben hem natuurlijk al, jij en ik, allebei gespeeld tijdens de laatste community-middag bij Namco Bandai. En het zag er goed uit, moet ik zeggen. Inderdaad, het is natuurlijk het ding met Tekken, speel je normaal 1-1. En dit is met de tags, dus met groepen en zo. Volgens mij met tot 4 man tegenwoordig. Ja, je had nu de nieuwe introductie inderdaad van 2-2. Dat was nog niet eerder mogelijk. En natuurlijk gewoon heel veel personages en het ziet er mooi uit. Groot nieuws, het is de Wii U, die komt natuurlijk bijna aan en we hebben een datum. Ja, 7 december is het zover. Inderdaad, 7 december voor €349,90. Dus €350 kun je hem dan als het goed is in huis halen volgens de nieuwste geruchten. En ik denk dat dat zomaar wel eens kan kloppen. Ja, ik denk het ook. We hebben natuurlijk heel veel geruchten gehad, maar het komt steeds dichterbij. Ja. Volgens mij hebben we echt niet voor Europa eerder een specifieke datum gehad. Nee, wel voor Amerika. Ja, dus en nu dus wel concreet 7 december. En het was natuurlijk al bekend dat die eind dit jaar uit zou komen. Dus ik denk dat het klopt. Ik hoop het ook. En €350, wel vrij prijzig. Ik had hem goedkoper verwacht. Maar het schijnt dat er meerdere pakketten komen. En in Amerika was er gerucht dat het weer het goedkoopste pakket was $250. Ja, instapmodel. En dan heb je 300 en dan heb je 350. Dus dat zal misschien iets met de hoeveelheid controllers te maken hebben. Of met of je zo'n Wiimote erbij krijgt in een chuck of allemaal andere dingen. Of alleen één gamepad, zeg maar. Of en zo'n pro-controller is natuurlijk. Dus misschien zit die ook in een pakket. En dan moeten we kijken, maar ik hoop dat het klopt. En 11 november is als het goed de Amerikaanse datum, ging het woord rond. Dus misschien zijn wij een maandje later en we weten het officieel volgende week, 13e. Maar Rob, ik ben 5 december jarig. Cadeautje voor niks geren. Wii U op mijn deurmat? Wii U op je deurmat? Nou, dat durf ik nog niet te zeggen. We gaan kijken. Maar zou leuk zijn. Maar het kan niet, want 5 december is daarvoor. Dus je bent te vroeg. Nee, pech. Bummer. Ja, lullig voor je. Ander ding wat we wel kunnen doen misschien is de Killzone Trilogy. Die komt ook eind dit jaar. Ja, wat heb ik daar nou aan? Ik heb al die Killzone games al. Oké. Okay. Ook deel 2, ook deel 1 op de PS2. Ja. Ja? Oh, grappig. Kun je die al op de PS3 spelen? Nou, ik heb dat eerste PlayStation 3 model en die was backwards compatible. Ah, op die manier, ja. Dus het is zo, Killzone 1 wordt als het goed is dan een beetje in een HD-jasje gehezen. Killzone 2 was natuurlijk al 2007. 2008. Weet ik niet aan mijn hoofd. Maar 2008 zeker. En Killzone 3 is natuurlijk vorig jaar uitgekomen, even uit mijn hoofd. En een mooie serie, dus de trilogy. Ja, toch? Ik denk een jaartje eerder al. 2 jaar geleden alweer. Ja, weet ik niet zeker, maar volgens mij vorig jaar. Lijkt me zo vrij lang geleden alweer. Ja, maar tijd gaat snel. Ja. Ja, tijd gaat ook snel met de Call of Duty DLC, want het is weer de laatste. Ja, huilie. Of niet? Of niet, klinkt niet echt ben je Modern Warfare 3 speler. Jawel, maar ik ben niet zo van de multiplayer, dus maakt mij niet heel veel uit. Ja, ik ben ook benieuwd hoe dat allemaal gedaan heeft, want ik heb nou niet echt in dat Modern Warfare 3 nog zo gigantisch veel gespeeld. Ik denk Black Ops eigenlijk populairder is op dit moment. Ja, denk ik ook, sowieso. Ook in verband met Black Ops 2 die eraan komt. Black Ops 2 komt eraan, wordt tof. Ja, inderdaad. Dus maar de laatste DLC, dus ben je een Call of Duty fan, dan is het er. Dat is de Final Assault. Staat nu op de Marketplace Xbox 360. PlayStation 3 en PC gamers moeten altijd nog wachten. Ja. Dat is pech. En als je helemaal genoeg hebt van al dat geschiet, om maar even een bruggetje te maken, dan ga je toch lekker voetballen, heel wat anders. Opvallend, ja. Pro Evolution Soccer op 21 september. Ja, dat is bekendgemaakt door Konami. Dat is, ik denk dat het echt een move is geweest om FIFA nu voor te zijn. Want normaal kwam Pro Evo altijd begin oktober en FIFA was de laatste week september. En nu komt Pro Evo dus een weekje eerder dan FIFA. Slim. Ja, maar of het daar nou voor zin heeft?
Ik weet het niet. We zullen het zien. Ja, ik denk dat, om eerlijk te zijn, Pro Evo toch niet beter gaat verkopen. In ieder geval dit jaar niet. Hij gaat in ieder geval niet beter dan verkopen. Dan FIFA. Nee, dus... Nee. Maar het was wel... Want een hele tijd was het wel dat FIFA wel beter verkocht. Maar Pro Evo ook nog heel goed, zeg maar. Hmm. Maar de afgelopen jaren is het echt dat FIFA gewoon 90% van de markt heeft. Ja. En dat is wel heel treurig voor Konami natuurlijk. Maar hebben ze het ook zelf naar gemaakt. Maar dus... met het nieuwe team dat nu naar Londen is gestuurd... Ja. Zou het zomaar kunnen dat het eigenlijk... Nou, volgend jaar pas. Dat wilde ik zeggen. Laat me even uitpraten. Okay. Wilde ik zeggen dat het volgend jaar best wel eens zou kunnen gaan veranderen. Ja, laten we hopen. Want het is nu natuurlijk in Japan wordt gemaakt, zeker allemaal. Hè? Ja. Ja. Verdienen ze van voetbal weten? Ik weet het niet. Maar ja. Nee, weet ik ook niet. Call of Juarez, de Gunslinger, was de aankondiging van deze week eigenlijk. Ja, tijdens de Ubisoft Digital Days dat zich afspeelde, plaatsvond in Parijs. Daar waren Rob en ik bij aanwezig. Ik heb ook meteen de demo-sessie bijgewoond van deze hoe titel. Hoe was het? Ja, ik vond het verrassend leuk. Ik wilde eigenlijk voorzichtig mee zijn, omdat ik van Call of Juarez de Cartel hoge verwachtingen had. En dat viel heel erg tegen. Dus ik hou een beetje slag om de arm. Ik heb het ook nog niet zelf gespeeld, alleen maar kunnen zien. Ja. Maar het wordt wel heel anders en het gaat terug naar de roots. Niet meer die moderne setting, maar echt dat Wilde Westen. En het zag er best leuk uit, moet ik zeggen. En wel opvallend dat het een downloadbare game wordt. Ja, dus klopt. Of ze nou na de Cartel hebben gezegd, we willen niet meer zo'n grote investering. Dus ga eens dit maar proberen. Ja, weet het niet, het voelt wel anders aan. Althans, ik heb het niet kunnen spelen, maar het zag er anders uit gewoon. Het is toch wat meer cartoony, zoals je precies. Ja. Zo, je maakt... mogen we dat al zeggen, wat ik wil zeggen? Ja, denk het wel, toch? Ja, oké. Okay. Maar in ieder geval, als de mensen neergeknald worden... dan heb je een beetje zoals een stripfiguurstijl... dat er staat headshot en die hoofdrolspeler, zeg maar... die levert toch continu commentaar tijdens alles wat jij doet. En dat zorgt best wel voor een komische noot... en ook een hele eigen sfeer. Het is gewoon heel anders. Ja, want ik vond wel, de Cartel was jammer. De eerste twee Calvaris games waren gewoon goede Wild West games. Ja. En de Cartel ging dus toen naar de moderne setting. Waarom weet niemand? Niemand zat daar echt op te wachten. Was een beetje vaag. Je moet en ook eens een risico nemen, toch? Ja, oké. Okay, maar ik vond toch opvallend dat alles ging al modern. En toen dacht ik, Wilde Westen. En toch nog, want we hebben bijna geen Wilde Westen games. Nee. Behalve Red Dead Redemption hebben we gehad natuurlijk. Hele goede. Ja. Dus op die manier. Nou ja. Maar het probleem met Call of Juarez de Cartel was niet die setting. Ik bedoel, die moderne setting, dat was best leuk. Maar die game is gewoon heel erg buggy. En dat was klopt. Het grootste probleem. Ik bedoel, als het niet zoveel fouten had gekend... dan was die moderne setting niet het probleem geweest. Ja, klopt. Game was gewoon niet af. Precies. Ja. Oké. Okay. Wat wel af is, is de Hardfire-uitbreiding voor Skyrim. Tenminste, als je op de Xbox 360 speelt, is 400 Microsoft Points. Al is er mee bezig. Ja. Heel goedkoop, maar het is ook niet heel erg uitgebreid. Nee, maar wat verwacht je? Ik bedoel, je moet een beetje het gezinsleventje spelen en onderhouden. Ja. Dus ik weet huisjes, niet. Huisjes bouwen en kopen. Ja, precies. Ja. Nou ja, hoe uitgebreid wil je dat maken? Dat kan ook niet echt, denk ik. Nou, misschien een complete halve SimCity erin. Ja, dat zou raar zijn in Skyrim. Ja, is toch leuk? Ja, maar wel jammer... Nog steeds op de PlayStation 3 al die uitbreidingen. Dawnguard is er ook nog niet. En deze dus ook niet. En of het ooit gaat komen, weten ze dus niet. Want Bethesda krijgt het niet voor elkaar om het werkend te krijgen. En dat is toch best wel vreemd. Ik vraag me dan serieus af, werkend krijgen of het gewoon niet willen. Om wat voor reden dan ook. Het lukt echt niet. Want Skyrim op de PlayStation 3 was al aardig... Want het probleem is, als je lang speelt met Skyrim, zeg maar... Ja. Dan worden die bestanden qua opslag, omdat die alles opslaat wat je doet in die wereld, worden groter... En op het laatst, als die te groot is, dan heb je te weinig werkgeheugen in de PlayStation 3 om het te verwerken. Hmm. En zo'n uitbreiding erbij, die vereist nog meer werkgeheugen ernaast. En op die manier lukt dat niet. En de Xbox 360 is daar, die heeft evenveel werkgeheugen, maar dat is flexibeler in te zetten. Okay. Dus op die manier is het lastig op de PS3. Sony is nu bijgeschoven bij Bethesda om te kijken of ze het kunnen oplossen. Ja, dus ben benieuwd. Ik neem aan dat ze het wel willen oplossen. Ja. Want de Skyrim-fans die op de PlayStation 3 vinden dit niet cool. Nee, en het zijn er heel veel volgens mij. Precies. Ja. Misschien wel cool voor mensen is Gotham City Impostors, free-to-play. Free-to-play, waarbij we wel moeten zeggen dat het alleen voor de PC geldt. Want we hebben die titel natuurlijk ook op de Xbox 360. Dus ik vind het heel erg jammer dat dat niet free-to-play gaat. Maar goed, dat terzijde. Ja, het werd natuurlijk door niemand meer gespeeld eigenlijk, laten we eerlijk zijn. Nou, dat is niet waar. Jawel. Op de PC bedoel je? Ja. Ja, oké. Okay. Ik wou zeggen, op de consoles wel. Ja? Op de Xbox 360. Nou, ik weet niet of het heel druk is, maar ik ken serieus een paar mensen om me heen die dat regelmatig spelen. Oké. Okay. Nee, ik echt niemand. Op de, ik denk op niet de dat PC... ze de enige twee in de wereld zijn of zo. Nou, misschien. op de PC was het in ieder geval vrij dood en nu is het free-to-play. En dan zijn er wel weer aardig wat mensen online, dus dat is goed. Ik ga hem zelf ook even proberen. Ik heb een eventje ermee gehad in december alweer. Hmm. En ik vond het leuk om te spelen, maar niet echt een game die je echt heel competitief of zo speelt. Het is echt even... Even oppakken, even schieten en klaar. En dat vind ik wel grappig. Ik denk dat ik hem ook ga oppakken. Want je hebt hele goede verhalen over gehoord. Het schijnt heel grappig allemaal te zijn.
Ja, het is echt Batman op rolschaatsen en zo. Ja, en Jokers met op springkussens en dat soort dingen. Dus het is heel grappig. Het is eindelijk weer wat... Batman is de laatste jaren zo serieus geworden. Ja. Maar ook met Arkham Joker City en zo. Ja, zorgt altijd wel voor komische nood, toch? En is het alweer tijd voor de recensies. Het laatste onderdeel van de vaste vrijdagavondshow. Elke vrijdag de recensies. We hebben weer een ladingetje. Niet zo, nou ja, niet een hele lading. Maar toch 1, 2, 3, 4, 5, 6. En elke dag één gehad. Op één titel. Nou, moet ik zeggen dat het opvallend hoge cijfers zijn deze week. Ja? Vind je? Oh ja. Heel veel 8,5. Ja, dat is wel eens slechter geweest de laatste weken. Ja. Dus, de eerste is natuurlijk Tokitori voor de 3DS. Ja, eitjes verzamelen. Ben je er fan van? Tokitori? Nee. Oké. Helemaal niet. Hij krijgt 7,5 van Alwin. Maar... Dat is een goede game. Ja. Het is maar het is niet een nieuwe game. Het is zeg maar die oude originele van de Game Boy overgezet naar de 3DS. Ja, klopt. En op die manier zeg maar. En hij is ook heel goedkoop dan een paar eurotjes. En heb je hem. Dus vandaar dat we met die cijfers ook minder streng zijn. Als ja. het een full game was natuurlijk of nieuw of zo, dan zou je wat minder gekregen hebben. Maar goed, voor iets downloadbaars is het prima. Nou ja, voor iets downloadbaars moet het ook goed zijn. Maar voor iets oud, zeg maar, dat een beetje voor een goedkoop prijs opnieuw wordt uitgebracht. Dat meer, ja. Ook nieuw is Dark Souls, Prepare to Die Edition. Ik neem het even van je over, want jij stikte in de woorden. Ja. Je ging al bijna letterlijk dood van, van die naam. 8.0. Ja, we hadden Dark Souls natuurlijk al op de PlayStation 3 en de PC-versie die liet nog even op zich wachten. Ja. Maar die is er dan eindelijk in de Prepare to Die Edition. Yuri is ermee aan de slag geweest en die was heel erg positief, want hij gaf het een 8. Ja, klopt. Wel minder dan de console-versie. Die kreeg een 9. En dat is eigenlijk omdat de PC-versie niet ideaal is. Ja, en dat heeft te maken met de besturing. Want Yuri die zegt, het is eigenlijk niet goed speelbaar met een muis en toetsenbord. Je hebt per se een controller nodig. Dus dat is wel een gebrek. Ja, voor mezelf vind ik het niet erg. Ik speel toch alles op de PC. Ja. Ook met controller, zeg maar. Ik PC'tje aan je tv'tje gekoppeld. En dan speel je gewoon vanaf de bank. Tuurlijk. En dat is de beste manier om zo'n game ook te doen, denk ik. Het is ook geen ramp. Maar... Nee, maar het is natuurlijk wel vervelend dat ze dat niet zo goed hebben kunnen overzetten. Dus dat is jammer. Precies. En het zou raar zijn als Yuri dat niet meeneemt. En zegt, het is allemaal koekerij. Ja. En The Walking Dead, nieuwe episode 3, is de 8,5. Volgens mij de derde 8,5 voor Walking Dead. Ja, Tom die is helemaal lyrisch over al die episodes. Die vindt het echt geweldig. Ja. Ik krijg wereldwijd, iedereen is eigenlijk enthousiast over die serie. Het is de beste, het wordt ontwikkeld door Telltale. En die zijn natuurlijk ook bekend van, Monkey Island hebben ze gedaan. Ja, dingen en nog wat meer van die verhalen, de episodische content. En dit is de beste tot nu toe van ze. Dus dat zegt wel iets. 8,5 weer, dus... Houd die in de gaten. Hij eindigt weer met de cliffhanger. Dus je moet ook episode 4 dan alvast halen. Ja, dat is natuurlijk de bedoeling. Klopt. Een hele andere game is Sound Shapes. Die heeft Alwin gerecenseerd voor... wat is het? PS Vita. Maar hij komt ook op de PS3. Tenminste, hij is ook voor de PS3. Volgens mij is het zo'n cross-platform idee game. Ja, klopt inderdaad. Dat was het. Ja, ik weet zelf niet bijzonder veel van die titel. Ja, dat is met muziekjes en dingetjes. Precies. Verhaal, iets met muziek, dat had ik ook kunnen verzinnen. Goed verhaal, weten we gewoon eventjes. Nee, het is met muziek een beetje puzzelen en dat soort dingetjes. Je moet even de beelden bekijken die nu eroverheen komen en worden gezet. En dan herken je het allemaal, ja. En de tegenvallende game van nu is eigenlijk Ghost Recon Online. Had ik niet verwacht. Nee. Wouter die geeft het 6,5 en ik had er eigenlijk best wel hoge verwachtingen van op de een of andere manier. Maar het is natuurlijk, aan de andere kant moet je ook zeggen, weet je wel, zo'n free-to-play game, dat, hoe weet het, het is een beetje een... voortgang. Ze blijven het doorontwikkelen. Ze worden dingen toegevoegd, wordt aangepast en zo. Dus op dit moment zeggen we van, nou, het is het niet helemaal. Mm-hmm. Dus maar als je, het is gratis, dus probeer het gewoon, zou ik zeggen ook. En over een jaar kunnen misschien allemaal updates zijn. Dan moeten we de game weer eens bekijken. Maar volgens mij zag de game er ook niet heel mooi uit trouwens. Nee, klopt. Dat is het ook wel jammer. Het is het ook een heel ander Ghost Recon natuurlijk. Ik bedoel, we hebben net, hoe heet die gehad? Future Soldier. Ja. En toffe dat game, trouwens. Was een hele goede game. Ja. En dan komt de Ghost Recon Online een beetje daarna als een, weet je wel, daar word je niet heel erg enthousiast van. Maar we gaan zien wat hij doet. Ja. Ben benieuwd. En om de week af te ronden met een heel hoog cijfer van onze Eker. Die gaf Tales of Graces een 8,5 voor de PlayStation 3. Een Japanse role-playing game. Het is zo'n typische Japanse game waar je gewoon echt even voor moet gaan zitten natuurlijk. Je start het op en je krijgt cutscene na cutscene. En je moet niet verwachten dat je zomaar even iets simpels opstart. Nee, het ziet er wel simpel uit. Het is een beetje zo'n cartoony look, hè? Ja, het ziet er simpel uit, maar ik bedoel, het is echt zo'n Japanse game. Je moet daar gewoon de tijd voor nemen en dan krijg je gewoon een tof verhaal en een toffe RPG. En Eker die is het enthousiast over, ik bedoel, anders geeft hij niet een 8,5. Ja, en je weet eigenlijk al, als je niet van Japanse games houdt, dan moet je deze niet halen.
Het is wel echt voor de mensen die weten wat ze in huis halen, zeg maar. Het is niet van, oh, ik heb Skyrim gespeeld, ik wil nog eens een RPG en dat je dit haalt. Nee, maar ik denk dat de mensen die dit kijken en fan zijn van Japanse roleplaying games wel weten wat ze of ik kunnen verwachten, toch? Ja, daarom. En dan is je heel erg goed, 8,5. En dat was mooi. Precies. Ja. Korte show deze week, denk ik. Korte show, ja, denk ik wel. Nou ja, op zich, we hebben toch aardig wat dingetjes gedaan. Groot nieuws met de Wii U natuurlijk, met de nieuwe Calvaris. Wat hadden we nog meer? Free-to-play voor Gotham City. Dus er is wel iets gebeurd en de release datum van PES. En we hebben natuurlijk die prijsvraag. Ja. Port Royale 3 keer. Wat moesten ze ook weer doen? Verzin dus hoe jij je tegenstander intimideert met piratenwoorden in maximaal 5 zinnen. Ja, en meld er ook bij welk platform je wil ontvangen. Ja. Dat is ook belangrijk. Dan sturen we niet verkeerde dingen op. Ja, dus doe daar mee. Laat het achter hier in de reacties. Of mail het naar prijsvraag@xgn.nl. En dat was hem alweer. Hopelijk hebben jullie weer een leuke show gehad. Of niet. Maakt niet uit. Dan probeer het volgende week gewoon weer. Want dan zijn we er weer. Misschien met Rox. Misschien niet. En dan zien jullie dan weer.